Ja, het oude V&D-pand op de tweede verdieping. En wij anderhalf week geleden door de tijdelijke eigenaar huurder van het gebouw zijn gevraagd of wij interesse hadden om met een aantal kunstenaars de tweede verdieping als een galerie in te richten. Nou, die grootste, ik heb een heel groot werk van Nelson Mandela gemaakt. Daar ben ik trots op, ook omdat de inspiratie gewoon door de persoon Nelson Mandela zelf is gekomen. En ik vond het wel heel erg leuk om gewoon in mijn stijl gewoon op het doek te gaan zetten. Het is van Kirsten Schoonhagen. Kirsten was een van de eerste mensen die zich meldde vorige week. En die was zo enthousiast en die zegt van nou, kwalitatief ben ik zelf aan het experimenteren. Ik ben nog niet eens zo heel erg lang bezig. Maar ik zou het heel erg leuk vinden om hier te mogen exposeren. Wij hebben geprobeerd een mooie mix te maken van professionele kunstenaars en de amateurkunstenaars, om maar zo te zeggen. En daar zijn we met deze samenstelling zijn we er ook aardig goed in geslaagd. En op die manier probeer je toch een beetje de kwaliteit te bewaken van de exposities.